Vreeswijk. 3-0. Hoe komt Den Bosch uit de startblokken? Dat is vooral de vraag omdat ze vaak in het verdere verloop van de strijd weinig antwoord hebben op Weert. Maar het flink uitbouwen van een vroege voorsprong zou misschien wel de juiste tactiek kunnen zijn. Zoals dat ook een van de wedstrijden die Den Bosch dan won het geval was. Vriend met een rebound. En weer een aanval van Den Bosch. 5-0. Mike Vreeswijk. Weer bal voor Den Bosch. Paul Vriend. Strickland. Vreeswijk. 7-0. Johnson, Melham. Akkerman zelf. Rebound voor Den Bosch. Ardon. 11-1. Vreeswijk speelt af. Huibens, mooi scoren. En Den Bosch gaat rustig door. Van Poelgeest kan niet Gerard Akkermans bereiken. En daarom mag Den Bosch weer. Kuipers, 3-punter. Kies er wel weer voor een ploeggenoot. De tweede keer heeft Kuipers geen zin in, dus ze gaan gewoon een tactische aanval uitzetten. Die Ardon in de positie moet brengen om Huibens te laten schieten. Dus het verschil 43-19, 24 punten in het voordeel van Den Bosch. En voor Van Kempen moet er nog wel wat gebeuren, wil hij vanavond met de kampioensbeker aan de haal gaan. Begin van een tweede helft met balbezit voor Den Bosch. Na een eerste helft waarin het tegenstander weer te ongenadig van langs heeft gegeven. Op een gegeven moment 24 punten voor stond. En rustig doorgaat via Jos Kuipers. Het is 50-30. Het verschil is weer 20. En nog een keer Korthout. Ploeg van Weert weer binnen de 20 punten dankzij Rob Korthout. Het is 52-34. Huibens zonder het bord. Bal goed. Het is weer 20 in de plus voor Den Bosch. Melham. Doet heel veel zelf in deze fase. En doet ook goed. Kuipers aangespeeld. Scoren is het weer 20 het verschil, 56-36. Van der Elzen dan nog even. Betekent dat het 74-50 is. En heeft Vreeswijk het werk gedaan, heeft de ploeg van Den Bosch het werk gedaan. Is het vriendelijke clubje van Weert niet in de wedstrijd gekomen. Nu pakken ze dan nog de rebound. Maar Van Poelgeest levert hier de bal weer in aan Den Bosch. En dan mogen de Bossenaren het zo afmaken. Kijk, alsjeblieft, zegt Paul Vriend.